Oh ja, by the way, fun fact. Dit weet je niet als je gewoon naar de video kijkt. Dus dit is even een insight. We hebben net een video geplaatst. Goedemorgen, ik ben een paar keer wakker gemaakt door deze stoute baby. En Jeff die is al weg, die is al aan werk. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie, maar ik ben nog wel een beetje moe. Kun je verschuilen, Jess? Maar mijn kijkers weten nu hoe jij in elkaar zit. Jij, vieze wakkermaker. Zo gaan douchen. Stinkende Jess. Stink niet. Stink niet echt. Maar het is wel lekker om in de ochtend te douchen. Dan ben je helemaal wakker. Dus de planning is voor vandaag. We gaan vanavond naar een familiefeest. Vanavond? Vanmiddag? Nou. Ja, nou, ik vind vanavond, want we moeten rond 4 uur bij Hoofddorp zijn. En om 5 uur zijn we pas daar, want ze uur rijden. Dus in principe is het dan meer voor de avond. Ha. Eind van de middag, laten we het daarop houden. Goed verhaal. Goed verhaal. Maar we gaan dus naar de familieparty. Vooral voor mijn oma werd volgens mij georganiseerd en we komen eens per jaar bij elkaar of zo. Maar Jess gaat ook mee, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Wij gaan samen dan... met opa en oma meereizen of met een tante van mij. Maar, dus we hebben eigenlijk tot 3:30 of zo om nog hier shit te fixen. En we gaan in ieder geval nog een video opnemen. Die moet ook eigenlijk vandaag online, dus moet ik eigenlijk vandaag ook nog editen even snel. Ik weet niet hoe dat gaat lukken, anders dan gooi ik hem zondag online. Dan zou ik wel op Instagram of zo delen dat hij later komt. Maar dat hebben jullie al lang gezien waarschijnlijk. Die staat al lang online. Dat is de sister tag gaan we opnemen. We wilden eerst iets met eten doen. Maar we zijn uiteindelijk niet naar de markt geweest gisteren. Because we are lazy as fuck. Wat? Je hebt het voor gezegd. Ja, ik zeg het voor. Maar deze vlog komt toch altijd een week later. En de sister tag komt dan vandaag of morgen online. En deze vlog komt volgende week zaterdag online. Oh, dat wist ik niet. You know me, I know you. Hashtag love breakfast. Gewoon havermout met... Echt moeilijk veel lijnzaad en chiazaad. Normaal doe ik er niet zoveel over. Maar ik wilde dit heel graag deze vullen met chiazaad. Want gisteren was een nieuwe chiazaad. En ik had chiazaad en lijnzaad hierin gemixt. Maar ik wil het toch eigenlijk apart. Omdat je van chiazaad los ook weer andere dingen kan maken. En voor lijnzaad idem dito. Dus ik heb deze nu gevuld met alleen maar chiazaad. Maar er zat... Ik dacht dat er nog maar voor 1 keer in zat. Maar er zat dus blijkbaar toch nog wel veel in. Dus ik heb echt heel veel er doorheen. Maar ja. En wat gemengde noten zeg maar. Met deze. En dat ga ik nu lekker eten met amandelmelk en een koffie. En dit stinkende kind zit ondertussen gezandjes. Hoezo draai weg? Hoezo nu bij je camera schuil? This girl. We gaan straks een video opnemen. Beter ben je dan niet camera schuil, jonge dame. Anyway. Zet uit! Voedsel. Hola, senor en senoritas. Ik doe het lekker wel. How do you like me now, Jessie Pessie? Jess is omgekleed en ik ben omgekleed en heb mijn make-up opgedaan. En wij gaan zo'n video opnemen. Volgens mij ben ik echt wel te laat. Want het is nu 10:50. Dus ik krijg de video echt nooit op tijd online. But I'm gonna try my best anyway. Dus we gaan de video opnemen en dan wordt het lekker leuk. Toch? Yeah. Hey, wij hebben net samen een video opgenomen. En hierbij de setting. En dit is wat de kijkers ongeveer zien. Alleen heb ik dit tas toen nu net opgezet. En de schoenen waren niet in beeld. Maar ik heb het soort van netjes gemaakt. En behind the scenes is dat ik eigenlijk vet veel hier neergepleurd heb. Zodat dit netjes was. Ja, volgens mij de mensen die mijn vlogs niet kijken, die denken volgens mij echt dat ik zo'n net meisje ben. En alle mensen die mijn vlogs wel kijken, die weten dat ik echt een of andere chaot ben. En dat mijn huis meestal een teringzooi is. Eigenlijk weten jullie meer van mij dan... Zeg maar, ja, als je naar mijn vlogs kijkt, dan weet je eigenlijk meer van mij dan als je alleen mijn normale video's kijkt. Maar ja. Maar dat. Ik ga even de batterij van mijn telefoon, van mijn camera opladen. En gaan wij straks pizza eten van gisteren. Ik heb echt heel veel zin in pizza. En we hebben ook nog broccoli pasta van mijn moeder. Dus ik wil eigenlijk allebei vreten. Maar ik weet niet of ik zoveel trek heb. En we hebben ook nog een broodje hier. Oh, dat krijg jij wel op. Nou, ik weet niet hoor. Die pizza is best wel vullend. Maar ik wil zeg maar dan broccoli pasta maken met dan nog champignons en paprika. Dan maak ik dit nog op. En dan is dit op. En die courgette doe ik er dan nog bij.
Want anders vind ik het... Ik kan er gewoon niet tegen om dingen weg te gooien. Dus dat. Dus dan checken we jullie zo als we de pizza gaan opvreten. En tot zo! Doei! En nu ga ik mijn video editen, want hij is sowieso te laat online gekomen. Maar misschien kan ik het nog vandaag fixen. Dat lijkt me wel echt super chill. Dus. Dus dat. Tijd voor leftover pizza! Ja! Oh ja, by the way, fun fact. Dit weet je niet als je gewoon naar de video kijkt. Dus dit is even een insight. We hebben net een video geplaatst. Zijn we wel echt zusjes? En we zijn daar op gelijke hoogte. En dan zul je denken, maar je bent toch meestal kleiner dan Jess? Ik zat met mijn knieën op een kruk. Om even groot te zijn als Jess. Anders was ik gewoon echt een kop kleiner. Anders stond ik gewoon hier. Een kop hier. Kleiner is niet waar. Nou wel, dan was mijn hoofd gewoon tot hier of zo. Ja, zoiets. Jouw hoofd hier. Dus ik stond echt gewoon op een kruk. Lol. Yo, we zijn inmiddels aangekomen bij mijn familie. Ik weet niet wie van hen het leuk vindt om op camera te komen. Dus ik film nog niet bij familie. Ja, jij wel natuurlijk. Wel. Ja, en ik ben hier echt super pretty. Dus nee, ik gewoon geen zin om nee, ik ben je niet. Nou, bedankt. Gosh. Nou, we zijn er nu in ieder geval. En we zien zeg maar eens per jaar ongeveer bij deze kant van familie. Van moeders kant. Dus vandaar dat ik zeg maar, het is al zeg maar, dat je mensen sowieso lang niet gezien hebt. En dan vind ik het echt best wel onbeschoft als ik ineens ga zeggen van, yo, hey, wie ben jij? Hey, hallo, jij bent dat nichtje. En jij bent het zusje van die. Hey, hoe gaat het? Iedereen denkt van, familie hier. Ja, nou, jammer dan. Maar ik ga in ieder geval dus even stoppen met vloggen en ik zal straks wel het eten uit laten zien. Ik ben het zelf ook heel benieuwd wat we gaan eten. En Jess laat me alleen. Doei. Nou, ik heb het alweer een beetje op. Ik ga kijken of er nog wat is dat ik kan filmen. Maar ik heb dus net pompoensoep gegeten met koriander. Echt heel lekker met kruiden. En dus dat is. En de rest zal ik gewoon filmen. Ik zal mijn camera bij me houden. Ik zal braaf zijn als vlogger. Maar ik zal even de soep nog filmen als er nog over is. Okay. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar dit was de pompoensoep. Hij is echt super lekker. Dus ik ben echt super blij dat het. Het was gewoon heel erg lekker. Dus ik ben benieuwd naar de rest. Nou, ik was een van de eerste opgeschept. Kom niet laten. Ik heb rijst, mihoen, volgens mij heet het. En groenten met tagee, gebakken banaan en cassavekoeken. En de tweede ronde. Vloggen. Nou, ik ben weer lekker gewend. Voor mij is er sorbet ijs met fruit en super nice. Yeah. Nou, we hebben het heel leuk gehad bij de familie. En nu gaan we weer naar mama toe. Nou, weer. Ik was eerst helemaal niet met mama, maar we gaan naar mama toe. Met onze koffers, dus. Let's go there. We hebben de laatste trein ook echt, dus dat is ook echt nog even haast. Want er zat niet genoeg saldo op Just the Card. En blijkbaar moest het niet 10 euro, maar 20 euro erop staan. Dus de eerste 10 euro en toen weer naar boven rennen. Van shit, hij doet het niet. 20 euro en toen... Stress, maar we zijn op tijd, dus. Yay. Nou, mama was zo lief om het te halen. En het is nu... Alweer 1 uur geweest en we zijn moe en kapot en slaap lekker. Bedankt voor het kijken, vergeet geen duimpje en een reactie. En ik heb ineens een ander bed. Echt, ik ben nog steeds geschokt. Dus ik ga hier slapen. Volgens mij is dit een nieuw matras, of niet? Een matras waar ik nog nooit eerder op geslapen heb, volgens mij. Of van zolder. Goed, waar heb ik kort ook ingeslapen. Later, doei!